Goeiedag en heel leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe wintersportweersverwachting. Ja, momenteel wordt er al geskiet in de Alpen, wel op de hoger gelegen gebieden zoals hier in Zermatt, maar ook op verschillende gletsjergebieden in Oostenrijk zijn de liften al in gebruik. Maar momenteel is daar geen sprake van, want we zien hier een groen plaatje achter mij. Er trekt namelijk een neerslaggebied over de Alpen heen. Hoger in de bergen valt sneeuw, maar lager in de dalen, daar is momenteel groen. De sneeuw die daar is gevallen is momenteel al weggesmolten. En dat komt ook omdat er hele hoge temperaturen in de Alpen zijn geweest. In sommige dalen in Zuid-Duitsland en in Zwitserland werd het zelfs 19 graden afgelopen tijd. Het ligt wel sneeuw op de hooggelegen gebieden, zoals hier ook achter mij in de Hintertoeks. Maar er trekt momenteel dus wat neerslag over. En dat betekent ook dat het zicht wat slechter is. En daarnaast waait het ook nog eens heel erg stevig, waardoor de meeste liften vandaag in ieder geval niet in gebruik zijn. Maar de komende dagen gaat daar wel verandering in komen. Als we even de actuele weersituatie van bovenaf gaan bekijken, dan zien we hier boven Noord-Duitsland nog de storm waar wij de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad in Nederland. En daar behoort ook een koufront bij en dat trekt momenteel over de Alpen heen. Dat zorgt voor flink wat neerslag. En in de hooggelegen gebieden van de Alpen valt dan ook sneeuw. Maar er gaat verandering in komen, want de neerslag trekt de komende uren geleidelijk weg. En dan komt er een hoge drukgebied vanuit Oost-Europa onze kant op. En dat zorgt voor zeer rustig weer in de Alpen. En het zonnetje keert ook terug in het weerbeeld. Daar kunnen we dit weekend echt wel van profiteren. In de loop van volgende week zien we wel weer een aantal buien die vanaf de Atlantische Oceaan de Alpen weer gaan bereiken. En dat is een beetje een voorbode op het weerbeeld wat we dan volgende week gaan krijgen. Het wordt dan namelijk een stuk wisselvalliger in de Alpen. Nou, zover is het allemaal nog niet. We hebben momenteel nog te maken met het koufront wat overtrekt. Dat zorgt voor enkele tientallen centimeters hoog in de bergen. Boven de 2000 meter verwacht ik wel 20 centimeter en lokaal zelfs wat meer. En in de loop van de avond dan daalt de vorstgrens ook en dan kan er ook in de dalen wat verse sneeuw vallen. We zien het ook al naderen. In de loop van volgende week zien we weer wat neerslag de Alpen bereiken en dan wordt het echt wel wat wisselvalliger. Maar we krijgen dit weekend eerst echt wel behoorlijk wat zonneschijn. Dat kunnen we ook mooi zien in de weersymbolen. Dit is voor Hintertoekse gletsjer. Overdag gaat het kwik stijgen naar waarde boven het vriespunt. Dat is wel voor de dalen. Hoger in de bergen zal het waarschijnlijk overdag ook nog eens gaan vriezen. En ook de nachten verlopen wel redelijk koud met soms wel lichte tot matige vorst. Nou, verder staat er ook heel weinig wind. Dat komt omdat er een hoge drukgebied actief is. En de zon die heeft het echt wel voor het zeggen de komende tijd. Waardoor het echt wel prachtig weer om er lekker op uit te gaan in de Alpen. Nou, als we dan nog eventjes het skigebied van Hintertoekse Gletsjer erbij pakken, dan zien we ook dat er een aantal skipistes zijn geopend. Op de berg ligt momenteel al bijna een meter sneeuw, 85 centimeter op de toppen van Hintertoeks. En dat betekent ook dat er een aantal skiliften zijn geopend. Momenteel zijn er 16 liften van de 21 geopend in Hintertoekse Gletsjer. Allemaal dus goed nieuws voor de windsportliefhebber dit weekend. Op de hoger gelegen gebieden kan worden geskiet en zeker in het zonnetje met weinig wind is het op het terras ook wel zeer aangenaam. De komende dagen is er dus sprake van veel zonneschijn. De nachten verlopen wel zeer koud. Er moet wel worden bijgezegd dat de nachten in Oostenrijk waarschijnlijk een stuk kouder gaan verlopen dan in Zwitserland. Want hier is namelijk sprake van een oostenwind. Maar volgende week wordt het wel weer een stuk wisselvalliger. Dus dit weekend is het nog even extra genieten van die hoeveelheid zonneschijn en ook weinig wind. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.